Nou, die is ook mooi, hè? Die Yuka. Geitenkamp is wel bult. He, dus je moet altijd wel goed je best doen. Want ik weet nog goed, toen mijn leeftijd van 16 jaar, vriendjes hebben leren kennen met mijn vriendin. En toen zijn we hier op de Geitenkamp op de fiets, we gaan kijken waar ze wonen. Ze zegt, nou, als ik ooit is getrouwd, wil ik hier wel wonen. En in 1955 getrouwd, in 1961 kwam ik hier wonen. Met 6 mensen. Man, vrouw en 4 kinderen. Het is mijn stekkie en de ruimte goed om me heen. En ja, de straat is ook altijd gezellig geweest. 2010, ja. Zeker een grote renovatie geweest. Kijk, want je kunt het nog wel een beetje zien dat hier dan een bijkeuken aangezeten heeft. Nou, deze keuken heb je dan zelf uit kunnen kiezen bij Vivaren. En de tegels ook. En dat hadden dan gepland. Nou, dat raamkozijn is vernieuwd. Oude bomen moet je niet verpoten, hoor. Ik hoop dat ik hier ook doodga. Hier. Niet dat ik in een bejaardentehuis kom of zo, want dat is geen pretje. Lekker op de Geitenkamp, ja.